Oké, wat we dus doen, we spelen voor 2 milkshakes. Dantje. Ja, ja. Oh. Nou, één over jou. Yes. Ik zie het! Oh, dames en heren, wat is dit lekker? Wat is dit lekker? Goedemorgen jongens, we zijn vandaag lekker wakker geworden. Samen met Isa. Goedemorgen. Goedemorgen. En we hebben lekker broodje, we zitten lekker bij het zwembad. Het is heerlijk weer. We waren vannacht om 3:30 in slaap of zo. Dus vrij laat. Dus we hebben lekker uitgeslapen vandaag. Dan is dit wel even lekker wakker worden zo. Oh, heerlijk zo. Isa gaat weer lekker naar huis. Dat betekent dat ik veel leukere dingen kan doen. Klapje. Auw. Au. Je gooide wel goed raak. Nee, Isa die gaat lekker naar huis. Die gaat haar moeder vandaag helpen. En ik ga vandaag lekker chillen. Ik moet een beetje huiswerk doen. En straks komt een vriend van me, dus we hebben wel een leuke dag. Oké, doei Isa. We staan dus bij het zwembad nu. Daar is Daan, je boy Daan. En we hebben 3 challenges voor vandaag bedacht. En we gaan kijken wie dat het beste gaat doen. We hebben dus 3 leuke challenges bedacht. De eerste challenge voor vandaag is... Daan, die heeft een hartstikke mooie zwembroek aan en een mooi balletje in zijn hand. Ja, die is mooi hè? En wat dus het idee is, we hebben hier een bal. En net, toen schoot ik echt gewoon heel hard. En toen per ongeluk schoot ik vol in die deur. Toen lag hij helemaal in de woonkamer. Kan eigenlijk helemaal niet hoe dat kon, maar het gebeurde wel. En nu is de challenge, de allereerste challenge voor vandaag is... wie als eerst zeg maar tussen die deur kan schieten. Vanaf hier moeten we schieten. Ik kan ook iets op de verliezer zetten. Ja, is goed. Dus wie alles verliest. Wie overal de 3 challenges verliest. Oké, als jij wint, krijg je 10 euro. Jij mag voor mij een prijs kiezen. Ja, maar ik vind het zielig om jouw geld te zeggen, dus dan mag jij iets anders kiezen. Ik zat eerder te denken, gewoon de verliezer die betaalt even langs Carlie met 2 milkshakes. Of langs de Mac. Oké, milkshake. Ja, doen we voor een milkshakey. Oké, begin jij maar, ja? Uit de lucht of van de grond? Maakt niet uit. Ik deed zo net vanuit de lucht. Ik gooi hem zo en ik schoot echt keihard en vol daar in één keer. Ook in de woonkamer of alleen door de deur? Hij hoeft niet in de woonkamer, dat is onmogelijk. Oké, wat we dus doen, we spelen voor 2 milkshakes. Dat sowieso. Wat we dus gaan doen, de allereerste challenge gaat nu van start. Daan gaat beginnen. De bal moet door de deur heen. Let's get it. Oh, je schoot wel hard, gast. Ik wist niet eens dat je... Ja, weet je wat het is? Als je hard schiet, gaat hij inderdaad veel makkelijker recht. Daar heb je wel gelijk in. Oh, die was wel heel scheef. Moeilijk met zo'n... Nu is die nat. Met zo'n bal mikken kan ik niet. Maar eigenlijk moet ik deze wel winnen. Ik zit al een jaar niet meer op voetbal. Ja, ik zit nog op voetbal, jij niet. Ja, maar gast, hoeveel heb jij nou gevoetbald? Door die corona heb je nog gewoon niet gevoetbald. Nee, ik heb 2 keer getraind nu ofzo. Ja, wat is dat nou? Oké, het is weer Daanse beurt. Ronde 2. Oké, kom op Daan, you got this. Met gevoel erin. Zo'n balletje met gevoel, hè? Oh! Ja, hij zit er wel in. Nee, joh. Hoe deed je dat? Waar schoot je nou? Je schoot via dit ding. Oh. Waar is die helemaal? Oh, hier is die, ja. Oké, maar nu mag ik nog wel proberen, want jij hebt 1 beurt meer gehad. Dus als ik nu raak, zitten we goed. Oh, hij ging helemaal met de curvy. Oké, van de grond heb ik dan gewonnen. Ja. Oké, Daan kwam dus net met het idee. We doen dus 1 challenge vanaf de grond. Nou, die heb ik dus verloren. Dus Daan staat in deze ronde 1-0 voor. En nu gaan we voor uit de lucht. En als Daan hem wint, is het gewoon voorbij. Want dan heeft hij er al 2. Dan kan ik nooit meer winnen bij 3 punten. En als ik hem win, staat het dus 1-1. En dan gaan we met het verkeerde been. Dus dat is voor ons allebei links. Oké. Oké, let's get it, Daan. Voor uit de lucht. Oh. Nou, ik was nog wel een beetje van, straks gaat hij raak. Maar ja, je weet het nooit, net ging hij ook raak hier. Daan en ik zijn bezig met de thumbnail. Hij doet even een ziek shotie. Nee joh. Op de volley, jongen. Op de volley. Oh, hij is hier echt. Yo. Gast, je hebt hem gewoon. Oh, ja, maar die telde niet. Nee, want het stond niet op film. Nee. Nee, deze was niet eerlijk. Ja, wel de thumbnail, dat wel. Oké, let's go, gast. Ja, uit de lucht, kom op. Nog een keer raak, vriend. Ah, hij komt op die ladder. Gast, bro. Ik weet niet eens waar ik film, ik zie die bal niet, ik doe gewoon snel zo. Ik zie die bal. Ja, die bal was al lang weer hier. Uit de lucht, vriend. Dat was een prankie. Oh. Ja, ik hoop dat ik hoop dat ik niet te snel wegging. Ah.
af. Hé, anders schiet je bijna het dak op, hé. Hey. Oh, jammer, ik wou hem doordoen eigenlijk. Ja, maar ik paste het. Ja, Oh, rondje. Tegen de muur, ja. Oh, en dan gaat hij. En in één keer, boom. Oh. Weer paal, vriend. Het schiet andersom op mij. Niet heel goed deze. Gekke basketballer. Oh! Bijna, gast. Oh, ik dacht heel even dat hij ging. Dantje. Ja, ja. He. Als ik nu raak, hè, dan moeten we nog een keer. Oh. Nou, één over jou. Yes. Gast, we gaan door naar de volgende challenge. Ja, dit wordt koud, want nu moeten we in het zwembad dus. We hebben dus nu 2 challenges nog op het programma. Het staat nu 1-0 voor Daan. En de eerste challenge die we gaan doen is... Wie zo lang mogelijk onder... Oh. Wow, yo! Oh, gast, dat heb ik gefilmd! Holy! Ja, dik gewonnen met deze nu. Hij is in de woonkamer. Holy! Maar oké, de tweede challenge die we gaan doen is... Wie het langst onder water kan blijven in het zwembad. En ja, dat is wel leuk. Daan, denk je dat je daar goed in bent, of niet? Nee. Oh, ik denk wel dat ik daar goed in ben. Jij hebt denk ik beter uithouding. Ik moet eerst even concentreren. Even de ademhaling. Wat spannend maken, vriend. Ik wil deze even volhouden. 3, 2, 1. Start. Vijftien seconden. Hij staat helemaal bellen te blazen. 30. Jeetje. Nee, dit ga ik nooit winnen. 45. Oh, hij gaat echt een minuut halen. Oh, gast. Het was een matige ronde. Volgens mij zie je die hele tijd niet op de camera, maar... Hoeveel is het? 53.22. Oké, het was matig. Ik kon nog wel langer eigenlijk. Weet je wat er was? Pik, ik denk dat ik deze rage quit. Weet je wat het was bij mij? Ik was onder water, maar er zat een gek iets bij mijn neus of zo. Dus ik moest daardoor, wilde ik in mijn neus ademen, maar dat gaat niet onder water. Ja, je zag ook toen ik aan het filmen was dat je het bellen te blazen. Ja, maar dat is eigenlijk slecht, weet je wel. Je moet heel langzaam uit je mond een beetje, dan kan je het volgens mij langer volhouden of zo. Nou, dat deed ik vroeger altijd, maar ja. Uiteindelijk nog best prima op zich, 53 seconden. 53, ik denk ik haal 30 net. Denk je? Ja. Oké, nou, is het nu jouw beurt. Dan is zich mentaal aan het voorbereiden voor de volgende ronde. De tweede ronde. Hij moet dus 53 seconden verbreken. Je hebt nog pet op, hè, dat je het weet. Oh. Ja, nou, anders is hij straks helemaal nat. Oké, 53.22 had ik, Daan. Fuck you. Ik wacht tot jij er klaar voor bent. 3, 2, 1... Daar gaat hij, Daan begint de wedstrijd. Op dit moment gaan we al richting de 10 seconden. Dus hij heeft al wel iets gehad. 10 seconden zijn binnen. Hij ligt echt als lijk in dat water, jongen. 20 seconden. Nou, de 30 gaat hij wel halen, denk ik. 30 seconden. Jeetje. Oh. Hoeveel denk je? Langer of korter? Ik denk 45 seconden. 1 minuut. 69. 1 minuut precies. Ja, iets meer. Net iets meer. Nog geen 1 seconde, maar wel 1 minuut. Dus je hebt gewonnen, gast. Lekker. Maar ik kan deze makkelijk verbreken, denk ik. Ging mij nog schrikken. Ja? Oh. Ik hoorde jou 20 zeggen, ik dacht gewoon, dit kan het niet meer. Toch nog naar de 1 minuut, lijfgast. Ja, maar dat is het zo. Als je onder water zit, je denkt meestal na 20 seconden al dat je niet meer kan. Dat is ook met voetbal zo. Als je bijvoorbeeld moe wordt met rennen, denk je kan eigenlijk niet meer. Maar dan moet je een soort van motivatie pakken. En als je die hebt, dan kan je daarna eigenlijk nog veel langer hard rennen. Maar dat denk je meestal bij 20 seconden. Maar dan zit je pas op 30% of zo. Ja. Dan kan je nog 70. Ja, maar daar las ik laatst ook iets van op internet. Dat mensen denken... Als ze 30% hebben gebruikt of zo, zoiets inderdaad, misschien 40, weet ik niet meer precies. Dan hebben ze een soort van het gevoel dat ze moeten opgeven. Ja, maar je hebt dan nog... Maar je hebt dan nog veel meer reserve, ja, dat is echt zo. Nou, lijpgas, je hebt gewoon wel gewonnen. Dat is wel kut, want ik had deze makkelijk kunnen pakken. Ik weet zeker als ik nu nog een keer doe dat ik win. Maar ja, dat is niet anders. Moet je nog die laatste doen dan?
Ja, dat heeft eigenlijk geen zin meer, maar is wel leuk. Ja. We kunnen hem wel doen voor de eer. Beginnen daar? Ja. 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer. Ja, wie het snelst dat kan. Ja. Je hoeft niet per se onder water of iets, maar gewoon wie het snelst. 2, 1. Oh, hij gaat als een speer. Als een jekko. Mup. We hebben 1 keer heen en weer. Hij kan wel goed zwemmen, hè. Oh, 2 keer. Oh, Lee, hij gaat hard, hoor. 3 keer. Op naar de terugweg. Wow. En ja. Ja, je moest hem aantikken, hè. Dus dat is trillen. Je dacht even dat je er al was. Jij hebt er 22 seconden over gedaan. Ik dacht dat ik in die put zat. 22 seconden en 75 milliseconden. Vind ik slecht, man. Ik had meer gerekend op 4, 5 seconden in 1 keer. Maar dat omdraaien is vervelend. Ja, maar jij doet ook heel veel stroming met je mee. Dus dat is heel veel weer terugstroming. Ja. Ja, maar je deed op zich best snel, man. 22 seconden, best goed. 3, 2, 1. Wij landen daar niet. Stop, je had daar niet eens de overkant volgens mij. Ik zie helemaal niks, joh. Hoeveel heb ik? Echt veel te lang volgens mij. 25,32. Oh, dat viel nog best mee. Ik dacht echt dat ik in de 40 zat ofzo. Is zo sloom. Maar ik kan niet zo. Jij deed ook schoolslag. Gast, ik deed maar wat. Ik dacht, ik moet gewoon snel. Maar toen ging ik als een hondje. En toen, ja, ik weet niet. Ik ging helemaal mis. Maar het was al leuk. Schrik me dood. Zottertje. Jeetje. Nou dan, je hebt gewonnen. Milkshakey. Yes. Bump, wat doe je hier? Wat doe je hier, jongen? Oké, dan vraag. Vraag. Vraag maar raak. Oké, dan vraag. Ja, zeg het eens. Zeg het eens. Oeh, lekker geluid hoor. Lekker geluidje. Oké. Wat is het vieste wat je ooit bij de Mac hebt gehad? Wat je wel kan herinneren. Dat je een keer dacht, ah, ik probeer dit en I don't like this. Weet je dat? Nee, gast. Vind je alles lekker bij de Mac? Heb je niet iets waarvan je denkt, Oké, wat vind je matig? Ja, ik had ooit zo'n hele dure burger. Gewoon zo'n speciale, ja, echt super deluxe. Ja. Vond ik heel vies eigenlijk. Ja? Ja. Oh. Oké, ja, ik durf die dus nooit te nemen, want ik ben inderdaad ook bang dat ik die helemaal niet lekker vind. Maar heb je niet iets wat je dacht van? Ik heb niet echt iets waarvan ik... Nee, eigenlijk niet. Oh, het hek gaat alweer dicht. Oh. Dat is wel een nadeel. Oké, we moeten snel gaan, jongens. Wij gaan naar de McDonald's, want Dani krijgt een milkshake van me. Oké, Daan. Ga je genieten van je welverdiende milkshake? Ja, 3-0, heerlijk. 3-0. Dit is Jantje. Ja, dat is wel een zieke Jantje, gast. Ja. Wel ingemaakt vandaag. Maar binnenkort gaan we even revanche doen. Met andere met challenges. Ja, behalve de onderwater challenge, want die kan ik 100% van je winnen. Ja? Ja. Weet ik zeker, gast. Ja. Dat kan ik veel beter. Dat had ik ook wel verwacht. Ja. Moet wel een keertje lukken. Komt goed. Jawel hoor. Dames en heren, ik ben weer eens mijn outro vergeten. Top dit. Heel erg bedankt wel voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie hem weer leuk. En willen jullie nou meer video's zien met mijn zwembad? Laat het weten in de reacties. En laat ook weten wat jullie graag willen zien bij het zwembad. Misschien kunnen we wel een keer overnachten in het zwembad of andere dingen. Laat het gewoon weten hier beneden. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot morgen om 4:30.